Ik ben Roos Schijners, ik ben gebiedscoördinator bij de Alliantie, woningbouwvereniging. En ik ben als gebiedscoördinator ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks beheer samen met mijn team beheerders. Zo ook voor Z1, waar wij nu staan. Het project is voor ons ook bijzonder, omdat het is voor het eerst dat we 288 sociale huurwoningen in één complex bouwen. Dat hebben we nooit eerder gedaan. En dat is qua beheer is dat een uitdaging. Niet alleen omdat het 288 sociale huurwoningen zijn in één complex, maar ook de locatie. Het is een centrumlocatie in Amsterdam-Noord. En dat brengt extra dimensies met zich mee in het sociaal beheer. Mijn naam is Gert de Graaf. Ik ben architect bij Groosman, bureau in Rotterdam. We staan nu op de KU Noord, een straat onderdeel van het Kalngebied, centrumgebied Amsterdam-Noord. Mooi gelegen, we staan hier eigenlijk opzij van de eind van de Noord-Zuidlijn. En hier achter ons zien we een van de ontwikkelingen in dat gebied, een gebouw van de Alliantie. 288 woningen in de sociale sector. Het bijzondere is toch dat we een complex hebben gemaakt met een stedelijk blok. Met een hoge toren erachter van 70 meter. En die complexiteit, en met name in die grootheid van het gebouw, hebben we geprobeerd te verkleinen, schaal te verkleinen, meer naar de menselijke maat te brengen. Ik ben het meest trots op het proces dat we doorlopen hebben met de bewoners, samen met het team beheerders. We hebben dus bewoners vanaf het moment dat ze geselecteerd zijn, in een aantal momenten, een online bijeenkomst, een inmeetdag, sleuteloverdracht, kennismaking met Philadelphia, in een proces meegenomen. In waar zij komen wonen, wat Z1 is, wat voor complex het is, wat voor samenwerking we hebben bijvoorbeeld met Philadelphia, dat de community building speelt, maar ook de omgeving waar ze wonen. Zodat ze weten waar ze terechtkomen. Dat ze een goede keuze kunnen maken, dat ondanks dat je een sociale huurder bent, ondanks dat we in een gespannen markt zitten, dat je toch een gedegen keuze kan maken, ik wil hier graag wonen. En dat je daar ook tevreden mee bent en dat je binding met het pand krijgt, want dat is voor ons ook erg belangrijk. En dat we dat hebben kunnen realiseren, daar ben ik wel ontzettend trots op. Philadelphia is een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. En op KU Noord wonen de mensen die een licht verstandelijke beperking hebben. En die dus vrij zelfstandig kunnen wonen in hun eigen appartementje. Maar wel door de week heen, door de dag heen, soms even een duwtje in de rug nodig hebben. Wat ondersteuning extra. En dat doen we met behulp van coaches die hier rondlopen. En die coaches die bieden dus die ondersteuning aan die mensen, maar ook aan de rest van de mensen die in de toren wonen. Dus ook de reguliere huurders kunnen terecht bij de coaches van Philadelphia.